ik ga zo naar stal toe. Maar voor ik naar stal te gaan, moet ik eerst nog even wat doen van mijn schoolwerk. Natuurlijk, schoolwerk is niet altijd even leuk. Dus ik heb het opgevrolijkt met deze hele mooie foto op canvas. Wil jij nou ook zo'n foto canvas van fotocadeau.nl? Dan kan je hier beneden kijken en dan kan je een hele gaaf kortingscode vinden dat je 60% korting krijgt op jouw aankoop. Ik ga maar even snel mijn huis werken, want dan kan ik sneller naar stand toe. Tess heeft het leukste t-shirt aan ever, want die had ze vroeger ook. Oh ja, nou, vroeger hadden we dit t-shirt ook van iemand overgekocht. Dat is echt een t-shirt van 30 jaar, nee, 10, 20 jaar geleden. Tier round. Kijk, en dan op de rug. Dus deze zouden jullie moeten herkennen. Zo, ja. Je moet je houtverbinding goed en dan meteen een beetje opvangen. Dan een beetje harder schakelen. Dan ga je ietsje terug, dat ze daar weer ietsje meer zichzelf kan en moet ontspannen. Zo, hals nog een beetje los in het midden. Zo, ga er lekker van zitten. Lekker. Even hier samen met de blonde pony. Jullie denken, Tessa, wat je haar kort? Ja. Dit weet nog niemand. Maar op TikTok heb je wel zo'n trend zien. Dan doe je zo staart bovenop. En dan daar zo omhoog. En dan knip je zo de bovenkant eraf. Maar dat heb ik gedaan. Want ik was helemaal gek van mijn lange haar. Dus ik heb denk wel zo'n stuk eraf gehaald. Bij deze mama, Rick. Jullie weten het nu ook. Ik heb een stuk van mijn haar afgeknipt. Ik denk niet dat mijn kapper heel blij mee is. Maar... Loen is lekker aan het eten. Ik heb er net even samen met Halloween de molen gehad. Vandaag ging het lessen wel oké. Het ging beter dan de vorige keer. Maar Loen en ik hebben even een minpuntje. Van andere mensen die erbij zijn, zeggen: oh ja, dat is goed gegaan. Het is echt goed. Toen dacht ik net van, nou weet je, volgens mij ging het helemaal slecht. Maar thanks. Het was wel heel lief. Als je muziek op de achtergrond hoort of allemaal gejuich gebeurt, hier de buren hebben een feestje. Blondie heeft een nieuwe buurman erbij gekregen. Pixie! En de andere is Adele. En dan daar ook buurman Tokyo, ook buurvrouw Bertha. Laat ik ook even zeggen. Morgen hebben Blondie en ik wedstrijd op Middenhof. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, omdat ik daar natuurlijk toch 2 jaar niet meer ben geweest. En mensen, eng. Maar ja, ik denk dat het gaat goed komen. Wij gaan nu lekker huis eten en dat soort dingen. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen. Nee, het is inmiddels al middag, bijna avond. Oh nee, niet bijna avond. Ik ben samen met Blondie. En mijn spul. Mijn spul. Ja, dat is heel duidelijk, Tessa. Helemaal top. Ik ga de manen vlechten en knotten. Lukt het zo? Ja. Ik ga de manen vlechten en knotten, want we hebben zo wedstrijd. Nou ja, zo... Om 5 uur wedstrijd, het is nu 3:50. Dus we zijn er al vroeg bij. We gaan op Middenhof rijden. Dat is weer 2 jaar geleden dat ik daar voor het laatst heb gereden. Of al langer zelfs. Ik ben er volgens mij 1.5 jaar geleden nog geweest. Heel kort hoor, gewoon om kleding weg te brengen. Want zij daar zo'n kledingbak. En daar gooi ik dan kleding in dat ik een goede doel kan. Maar... En we gaan vandaag samen met Max van Toby. Oh, die moet komen. Zo. Die gaat vandaag gezellig met ons mee. Hij zou op wedstrijd gaan, maar dat ging niet volgens mij. Dus daar heb ik wel zin in. Ben ook wel benieuwd hoe de rest daar nu, hoe het daar nu is. Want er zijn, als het goed is, daar nieuwe stallen gebouwd. Waar vroeger... Sterren en Bella stonden in de containers. Daar tegenover stonden altijd paaltjes. Blondie, echt, ik vind je heel irritant. Ze beweegt niet heel veel, maar ze beweegt nooit. Dus dat is even rennen. Waar die paaltjes stonden, daar staan Blondie nu boksen. Dus dat ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat is. Nu. Wat we nu gaan doen is... De start. We gaan deze even uit zijn vlecht halen en dan een kleinere vlecht maken. Alle poepvlekken weghalen, Blondie in haar stal, spullen inhalen en dan gaan we. Blondie is helemaal gepoetst en de hoefjes heb ik ook gedaan. Ik ga nu even alle spullen inpakken en dan kunnen we over 20 minuutjes gaan. En
Het is middag. Hi. Ik kom net van school. Nou ja, net. Eerst naar huis geweest. Weer naar school. Weer naar haar school. Hier samen met Blondie. Blondie en ik hebben zo les. Vandaan. Daar hebben we zin in. Ja. Jezelf aanleren dat je daar een keer kan zeggen, ah, hier een beetje losser, daar een beetje losser. Dus zonder dat er dan in het hoofd iets verandert, doe jij toch heel zacht die mondhoek corrigeren. Het is vandaag donderdag, springlesdag. Ik heb denk ik nu weer een tijdje, hoe lang geleden denk ik. 3 weken of zo geen springles meer gehad. Maar vandaag is weer de dag dat ik springles heb. Ik zie dan daar al lopen. Blondie heeft lekker in een poep gerold, dus die moet even poetsen. Dus we will see. Ik ga er nu maar even poetsen. En dan samen. En dan ben ik alweer terug. Ze krijgt ineens body, die Blondie. Nou ja, ik moet zeggen dat ik de hele tijd zoiets heb van... Daar mag ze iets meer naar voren, Tess, dat ze niet dat hupje bijpakt. Hals mag je losser laten, hè? Voelde je dat? Ja. Nu probeer jij een beetje je balans op haar mond te zoeken. Ze is in de bak gearriveerd. Vandaag is weer de eerste keer springen na een hoop dressuurgeweld. Ja. Hè? Wat is vandaag even het doel voor vandaag? Even comfortabel worden op de balkjes en een hindernis met een drafbalkje. En daarna gaan we steeds kijken of we wat meer uit galop kunnen doen. En net als gisteren is ons doel gewoon lekker over de rug en ontspannen. Niet te gek, gewoon lol met je knol. Eerst even de groene in draf. Als het fijn voelt, kom je door naar de bruine in galop. Makkelijk. Chill. Je bent in Kootwijk. Lekker over het zand aan het galopperen. Niet te gek, oké? En als jij zorgt dat jouw basisgalop gewoon lekker makkelijk is, dan past het haast altijd, past het. Makkelijk zitten, kijk naar de laatste. Geeft niks. Super gereden en recht. Om je rechterbeen, die ribbenkast een beetje naar links duwen. Zo, opvangen links, zo ja. Dus jij mag in dat lijntje, Tess, niet harder, maar ruimer galopperen. Dat je mooi 5 galopsprongen maakt. Corrigeer die rechterkant. Goed zo, ook in de wending. Al goed zorgen dat je in de wending galoppeert en met die rechterteugel stuurt. Goed, en lekker zitten. Even niet. Ja, goed zo. Ja, corrigeer en los. Kijken. Het liefst voor je hindernis uitkijken. Zo, ja. Makkelijk zitten. Buitenschouder sturen. Heel goed. Opvangen links, ribbenkast naar links. Zo, ja. Daar zit je wissel. Ophoudingje los. Doe straks na het lijntje alleen nog een keer die bruine en de lange lijn. Snap je? Ja. Nu nog een keer de 3-sprong. En dan de bruine en de lange lijn. Rustig in je lijf en ontspan. Heel goed. Ribbenkast naar links. Opvangen links, ribbenkast naar links. Goed zo, daar. En daarna weer kijken, hè? Kun je dan die druk in je hand weer af laten vloeien? Hier, niet harder, maar ruim galopperen. Zo. Heel goed. Ja. Ribbenkast naar rechts. Heel goed. En sturen. En ontspannen. Super. Nog 1 keer, Tess. Alleen dat lijntje. Alleen die lange lijn nog 1 keer. Ik denk dat je tussen het afwenden en de sprong 1 galopsprong minder moet maken. Dus in de wending
niet te veel controle maken, maar laat hem daar een beetje lopen. Dat hij net een galopsprong minder maakt en wat grotere afstand pakt. Ja, dat is hem. Goed, hey, dan is 5 bijna zelfs krap, hè? Ja. Goed, zo lekker uitdraven.